Paleishuis ten Bos in Den Haag, op de morgen van de dag waarop prinses Beatrix haar zoon ten doop zal houden. Met het jonge prinsje op de arm en begeleid door haar echtgenoot, vertrekt de prinses per auto naar de Grote of Sint-Jacobskerk, die dit jaar al eerder middelpunt was van een vorstelijke plechtigheid. Thans bevinden zich binnen de muren van dit evenoude gebouw ongeveer 1800 genodigden. Op de voorste rij de leden van de koninklijke familie, van de familie van Amsberg en de getuigen bij de doop, onder wie kroonprinses Margaretha van Denemarken en professor Zijlstra. De dienst wordt geleid door dominee Kater, die ook het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus inzegende. Nadat hij onder meer voorlezing heeft gedaan van het doopformulier, stelt hij de ouders de drie doopvragen, waarvan de laatste luidt: belooft gij uw kind voor te gaan in eerbied en liefde tot God en de mensen? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Ja. Mogen God u horen en uw hulp zijn. Dat nu uw kind wordt binnengebracht. Want Jezus zeide: laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor zodanig is het koninkrijk der hemelen. Iedereen richt nu de blik naar het midden van de kerk. Uit de Van Assen-Delft-kapel draagt zuster Swellengrebel de dopeling naar zijn ouders. Prinses Beatrix, die zelf in 1938 in deze kerk gedoopt werd, draagt haar zoon nu naar de doopvont. De Peters en de Meters, onder wie de moeder van prins Klaus, voegen zich bij het prinselijk paar. Dominee Kater gaat over tot de doop. Willem, Alexander, Klaus, George, Ferdinand. Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Thans zijt gij licht in de Heer. Wandelt dan als een kind des lichts. De Heer beware daartoe uw ingaan en uw uitgaan van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Onder zang van het jeugd- en kinderkoor wordt de doopeling weggebracht. Prins Willem-Alexander is dooplid van de Nederlands Hervormde Kerk geworden.